can't wait to place for real. Track burns like a rope wheel. Spin it in your face, spin it in your face. Play it in your, play it in your face. Nijmegenaren demonstreren tegen haat, maar wat hebben de demonstranten precies te zeggen? Nou, het signaal dat het echt de verkeerde kant op gaat in de samenleving. Dat er niet op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan. Iedereen heeft stemrecht, maar zou het niet beter zijn als alleen mensen mogen stemmen die ook echt iets van politiek afweten? Ik vind dat er echt genoeg mensen zijn in Nederland die ik niet, ja, dat klinkt heel lullig, maar niet capabel genoeg acht om echt te mogen stemmen ook. En onze poll gaat deze week over Valentijnsdag. Wat vinden we van de stelling dat dit commerciële onzin is? Ja, ik denk dat de winkels er goed bij gaan doen. Welkom bij aflevering 39 van Wat zegt de volk? Here we go! Straks brengen we dus een bezoek aan een demonstratie tegen haat op plein 44 en we peilen in onze poll jullie mening over Valentijnsdag. Maar eerst gaat Annika de straat op met de vraag of het wel zo verstandig is dat iedereen stemrecht heeft. Deel je mening over het nieuws ook op Facebook via facebook.com/altijdn1 en op Twitter via @altijdn1. Weet je, er zijn mensen die kopen een kaartje voor de trein, weet ik wat, naar Groningen. En dan kopen ze een kaartje en dan hebben ze een kaartje uit zo'n automaat. En dan staat er op borden in het station, weet je, in de hal, staat op hele grote borden precies hoe laat de trein naar Groningen vanaf welk perron vertrekt. Sterker nog, er hangen altijd van die gele plakaten waarop je ten alle tijde kan zien hoe laat de trein naar Groningen vertrekt. Toch? Hè? En dan loop je door de gangen en dan staat er zo'n bord van dit is perron nummer zoveel en de trein naar Groningen vertrekt zo laat vanaf dat perron. Op het perron hangt een bord met erop het nummer van het perron en hoe laat de trein naar Groningen vanaf dat perron vertrekt. En wordt omgeroepen als de trein naar Groningen klaar staat op dat perron. Dan staat er op de trein in zo'n kader, staat zo met zwarte letters, staat Groningen. Staat op de trein staat Groningen. Ja, die mensen stappen in de trein en dan vragen ze aan mij, meneer, ik kijk de trein naar Groningen. En die mensen hebben stemrecht. Op 15 maart is het weer zover. Dan vinden er opnieuw Tweede Kamerverkiezingen plaats in Nederland. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan een stem uitbrengen op een politieke partij. Maar wat vinden we er eigenlijk van dat iedereen mag stemmen? Zou het niet beter zijn om bepaalde voorwaarden te stellen? Bijvoorbeeld dat je eerst een aantal vragen over de politiek goed moet beantwoorden? Vandaag leggen we deze kwestie voor aan de Nijmegenaren. Zou er een voorwaarde gesteld moeten worden aan het uitbrengen van een stem? En wat zou dit dan moeten zijn? Meneer, gaat u stemmen? De 15e. Natuurlijk gaan we stemmen. Heeft u al een beetje een idee van waarop? Hoeft ja, u niet te zeggen als u het wil, hoor. Nee, dat maakt niet uit. Ik heb de stemwijzer gedaan. Dus daar kwam een duidelijke voorkeur naar voren. Gaan jullie stemmen? Nee. Nee? Nee. Waarom niet? Omdat ik me daar nog niet genoeg in heb verdiept. En ik ga niet stemmen als ik niets vanaf weet. Nee, ik heb de stemwijzer ingevuld en ik kwam op VVD uit, ja. En dat wordt hem ook echt? Ja, weet ik niet. Ik ga nog even, nou ga ik me helemaal informeren. Ja, het debat was, even kijken, is van de week toch? Debat van de week. Dat of debat van het RTL-debat heb je over? Of welk debat? Ja, RTL-debat is de zondag van carnaval. Oh. Ja. Nou, dus dan slaan we die maar even over met onze Brabantse roots. Ga je stemmen? Ja. Wordt dat de eerste keer dat je mag? Ja. Hoe vind je dat nou dan? Ja, best wel gezellig, joh. Ja. Het is gewoon gezellig stemmen. Ja, dat hebben we nog niet leuk. Nee, is wel leuk. Ja, toch? Heb je al een idee waarop je wil stemmen? Ja, zeker, zeker. Ik ga sowieso op DENK stemmen. En waarom dan? Ik vind gewoon dat ze hele mooie standpunten hebben. Ja, gewoon dat ze het volk bij elkaar willen brengen. Dat vind ik gewoon hartstikke mooi. Ja, maar dat is uw bron. Vanuit de media haalt u de informatie van de partijen. Ja, maar die klopt niet altijd, hè? Nee, dat is het ook weer, hè? Ja. Dat moet u dan weer ergens bij de partijen proberen te checken, denk ik. Ja, dat klopt, ja. Even van de telefoon. Of was je toevallig de stemwijzer aan het doen? Sorry. Nee. Echt absoluut niet. Nee. Absoluut niet? Absoluut niet. Zou er een regel moeten zijn of een voorwaarde voor mensen om te moeten stemmen? Omdat er heel veel mensen zijn die weten eigenlijk vrij weinig van politiek af. En die stemmen. En ja, weten die eigenlijk wel waarvoor? Mag iedereen stemmen in Nederland? Ja, dat is een recht. Dus dat mag moet ook zo zijn. Dat moet ook zo blijven ook. Moet iedereen überhaupt wel kunnen stemmen? Als je helemaal niks vanaf weet, moet je dan wel je stem kunnen uitbrengen? Vind ik niet. Nee, ik vind dat er echt genoeg mensen zijn in Nederland die ik niet, ja, dat klinkt heel lullig, maar niet capabel genoeg acht om echt te mogen stemmen ook. Ja, niet dat ik nu zelf heel veel een mening erover mag hebben, aangezien mijn vorige stemdingen, zeg maar. Maar ja, ik vind wel dat er mensen zijn waarvan ik denk van ja, jij hebt niet echt recht om te stemmen met zo'n instelling. Ja, vind ik wel. Ja.
Vind je nou dat iedereen moet kunnen stemmen? Vanaf 18 jaar mag dat? Moet dat nou ook als je er helemaal geen verstand van hebt? Ik vind van niet. Niet iedereen moet kunnen stemmen? Nee. Kijk maar naar Amerika. Perfect, huppakee. Ja, maar is toch zo, joh. Die mensen hebben totaal geen kennis van... Ja, ze hebben daar totaal geen kennis van, zeg maar. En ze gaan wel stemmen. Maar ze stemmen alleen op bijvoorbeeld de sales guy. Ja, als je een salesman bent, kan je mensen heel goed overtuigen met je lichaamstaal. Je lichaamshouding. Als je naar Donald Trump kijkt, zie je zijn lichaamshouding is gewoon hartstikke sterk. Dan trek je heel veel mensen mee in. En het gaat ook gewoon om wat dingen die hij zegt, maakt hem best wel groot. Ja. Hij gebruikt heel veel negativiteit en ja... Alles is publiciteit, toch? Ja. Iedereen moet stemmen. Dat is ik vind het eigenlijk een verplichting. De vraag is, als ze wel weten, wanneer weet je wanneer iemand genoeg weet om een goed oordeel te kunnen vellen? Dus ook iemand wie, ook een intellectueel wie veel kennis op heeft gedaan, de vraag is of die het juiste oordeel kan vellen. Dus je mag alleen als je wat van weet stemmen? Nee, dat zeg ik. Dat vind ik heel moeilijk, want die vrijheid moet je houden. Ja. Ja, vind ik wel. Ik vind dat iedereen dat mag gewoon. En waarom dan? Ongeacht of hij geïnteresseerd in is of niet, ja. Dan moet je eerst een testje doen of wat, om wat kennis op te doen. Is dat een idee? Of? Misschien wel, ja. Misschien wel, ja. Een voorwaarde dat je bijvoorbeeld een testje doet en dan mag je stemmen als je genoeg weet van de politiek. Is dat een idee? Ja, zou kunnen. Ja. Mensen stemmen gewoon op wat ze horen en gaan maar een beetje vanuit dat het wel goed komt, zeg maar. En ik denk dat dat juist een slechte keuze is en dat dat juist negatief zal werken in de politiek ook, zeg maar. En iedereen moet wel ook dat recht behouden? Twijfel. Ik denk niet dat je voorwaarden moet gaan stellen aan het feit of dat iemand mag stemmen, ja of nee. Of dat iemand capabel genoeg is, of dat hij verstandelijk vermogend genoeg is. Dat gaan we niet doen. Het kan van alles zijn. Nee. Ik denk dat je eerst een test moet afleggen. Zeg maar dat er wel testen worden gedaan. Van wat weet je nou over een partij en waarom. Want waarom is wel belangrijk, vind ik. En als dat gebeurt, denk ik ook dat het land beter gaat draaien. Nee, maar dat is hetzelfde met andere onderwerpen. Mag iedereen kinderen krijgen? Daarvan denk ik ook niet, als het ware. Dan staan we hier nog wel even, denk ik. Heel simpel, dit is mijn nieuwe systeem. Iedereen mag stemmen. Iedereen gaat naar een stembureau. Dan kom je binnen, in dat stemhokje. Dan krijg je eerst 5 vragen over politiek. Die kun je dan beantwoorden, A, B of C. En als je die 5 vragen goed hebt, dan krijg je vraag 6. Wat wilt u stemmen? Of, dan heb je gestemd. Als jij er geen verstand van hebt, doe dan niet mee. Als jij een IQ hebt van onder de 70, opzouten, niet stemmen. Heb jij meer dan 2 tatoeages? Opzouten, niet stemmen. Heb jij geen piemel? Opzouten, niet stemmen. Zometeen gaan we naar ons weekoverzicht en gaan we natuurlijk naar de demonstratie op plein 44. Maar eerst gaan we naar Valentijnsdag, want aanstaande dinsdag, dan is het zover. En Lieke gaat de straat op met de stelling, Valentijnsdag is pure commerciële onzin. Dinsdag is het weer zover, Valentijnsdag. Bij uitstek de dag om je geliefde eens flink te verwennen. Of je er nu van houdt of niet, je komt er eigenlijk niet onderuit. Maar wat vinden we nou eigenlijk van deze dag? Heeft het inderdaad wel iets romantisch? Of is het gewoon pure commercie waar alleen de winkeliers beter van worden? We stelden jullie deze vraag in onze poll op Twitter. De stelling die werd voorgelegd luidt... Valentijnsdag is pure commerciële onzin. Een meerderheid was het hiermee eens. Ook op straat legden we jullie deze stelling voor. De reacties waren als volgt. Dinsdag is het 14 februari. Wat is het dan voor dag? Valentijnsdag, hè? Hey. Valentijnsdag is pure commerciële onzin. Wat vinden jullie hiervan? Eigenlijk wel. Het brengt altijd goede sfeer en een goede gevoel. Commercieel, maar toch wel geinig. Toch wel aan mee. Ik wel. Ja. Ik vind het eigenlijk als iedere andere dag. Ja. Ja, wij zijn nu bezig voor de vriendin. Ja, dus ik mag niet vertellen, want ze kijkt altijd naar Nijmegen 1. Gaan jullie wat met Valentijnsdag doen? Nee. Niemand op het oog? Nee. Niemand die een kaartje stuurt? Nope. Nou, commerciële dag, hè? Ja. Toch? Commerciële dag. Ja. Ik denk dat de winkels er goed bij gaan doen. Ja, nee, voor mij hoeft het allemaal niet per se. Ik ben getrouwd, dus ik had gezegd, ja, een paar losse bloemen in een vaas is prima. Ja. Gaat u haar verrassen? Ja, enig wel. Ze weet er eigenlijk nog niks van. Valentijnsdag, doet u er aan mee? Nee. Nee? Nee. Helemaal niet? Helemaal niet. Waarom niet? Niet over nagedacht. Niet over nagedacht. En ik ben gelukkig getrouwd uiteindelijk.
Samengevat waren deze mensen het ermee eens. 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 Ja? Ah. Eens, maar het is wel romantisch. Ja, dat doe ik. Oké. Okay. En jij? Okay. Vindt het romantisch? Ja, een klein beetje dan. Eens, maar wel romantisch. Nee, eens, maar wel romantisch. Ja. Het wordt een beetje opgedrongen. Ja, het wordt dus wel een beetje opgedrongen. Je moet wel, als je het allemaal om je heen ziet. Ja. Eigenlijk zou je... Nou, als je een relatie hebt en je krijgt niks, dan ben je misschien teleurgesteld. Ja. En deze mensen waren het ermee oneens. Ik ben niet mee eens. Ik vind mensen moeten wel in iets geloven. Neutraal, ja. Ja. Nee, ben ik het niet mee eens. Wat vind jij ervan? Ik vind het wel leuk. Neutraal, zeg ik dan. Met de uitslag op Twitter en reacties op straat samengevoegd... is dit de uitslag van onze poll over Valentijnsdag. Als je dit kijkt, geen cadeau, maar hierbij, ik hou van je. Dag Mayo, ik ga je dus komende dinsdag verrassen. Groetjes. Leuk, dit. Ja, okay. Ik zou willen dat iemand dat ook voor mij doet. Dus gelijk een oproep van mij. Wil je mij verrassen? Dan kan dat en dan kun je de post naar N1 sturen. Hartstikke leuk. En weet je, en als jij niets krijgt, dan beloof ik jou dat je volgend jaar van mij wat krijgt. Yes! Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen. Vrijdagavond vond er op plein 44 in Nijmegen demonstratie plaats tegen haat, georganiseerd door Nijmegen Against Hate. De initiatiefnemers zijn bezorgd over de politieke verdeeldheid in onze samenleving. Tijdens de demonstratie krijgt het volk de kans om op een open podium hun stem te laten horen. Nou, wij van Wat Zegt Het Volk dame daar uiteraard ook een kijkje. Demonstratie vandaag hier op plein 44, lekker in de kou? Ja, het is wel koud, ja. Waarom toch gekomen? Omdat het belangrijk is om ook een beetje een ander geluid te laten horen af en toe. Wat moet het geluid zijn dat je wil laten horen? Dat er nog steeds ook heel veel wel getolereerd wordt. En dat gelijkheid van mensen in alle vormen toegelaten zou moeten kunnen worden. Nou, kort samengevat wat Jimmy zei. Als de liefde sterker wordt dan onze behoefte aan macht, dan zullen we vrede kennen. Of Martin Luther King hetzelfde. Hè? Haat kan geen haat uitdrijven, alleen liefde kan dat. En ik vind de trend nu van Trump en Wilders en Le Pen dat er steeds meer haat gezaaid wordt en angst. En je bereikt misschien, zoals Wilders, misschien maar 15% van de mensen die nog niet goed begrijpen waar het naartoe kan gaan. Maar ik weet vanuit de Tweede Wereldoorlog dat haat en angst leidt tot geweld en geweld kan tot oorlog leiden. En ik denk dat verdeeldheid een hele slechte zaak is. Dus wat we nu moeten doen is bruggen bouwen. En we hebben handen mensen... ineens slaan. Ja, en vrede en liefde, hè? Dat moet onze focus worden en niet haat. En angst. Welk signaal wil je afgeven? Nou, het signaal dat het echt de verkeerde kant op gaat in de samenleving. Dat er niet op een respectvolle manier met elkaar wordt omgegaan. En ik vind against hate vind ik een wat negatieve formulering. Dus ik ben liever voor samen, voor compassie en voor empathie. En daarvoor ben ik hier. Vandaag gaan we het demonstreren. Ja. Waarom? Omdat er enorm veel rechts in de opkomst is. En ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we een ander woord ook wat meer zichtbaar en hoorbaar maken. Wat moet dat woord zijn? Solidariteit, opkomen voor elkaar. En het antwoord wat nu wordt geboden is alleen maar verdeling. En komt eigenlijk van de mensen die voor een groot deel die slechtere sociale omstandigheden waar we mee geconfronteerd worden ook veroorzaken. En demonstreren vandaag? Ik zag het staan op Facebook en toen hoorde ik dat vrienden ook gingen. En toen dacht ik, eigenlijk ook wel leuk en belangrijk om er naartoe te gaan. Waarom zo belangrijk? Ja, omdat ik denk dat mensen, zeker de mensen die hier naartoe komen, die zich zorgen maken om hoe het gaat in Nederland, dat die zich er soms niet heel erg van bewust zijn met hoeveel wij eigenlijk zijn. Hè? En met wat voor beweging wij hebben die graag wil opstaan tegen dit soort, tegen haat en tegen discriminatie. Verhaal van Trump, is het Wilders die veel stemmen krijgt? Of? Nee, ik ben niet zo politiek per se. Nee, ik vind het gewoon belangrijk dat mensen ook gewoon weer een beetje gaan luisteren in plaats van gaan roepen. Je ziet het nu al, hè? Je ziet het al gebeuren. Bijvoorbeeld Breivik, die had 69 mensen doodgeschoten in Noorwegen. Maar hij beriep zich
op dat hij zich mee had laten inspireren door het gedachtegoed van Geert Wilders. Dus je moet niet denken dat als je haat zaait dat dat vrijblijvend is. Het is een heel gevaarlijke zaak en nu kunnen we er nog op tijd bij zijn. Al die demonstraties tegen AZC's die er waren vorig jaar en Wilders die allerlei rare dingen doet en zegt en mensen dan ook nog zeggen ja, dat vind ik ook. Dus ja, dat kan toch niet waar zijn dat we dat vinden in Nederland dan dat we daar nog op gaan stemmen ook. Ik denk dat Trump op dit moment de personificatie is van heel veel dingen, maar het gaat niet per se om Trump. Het is, er zijn meer figuren te noemen die dezelfde dingen doen. Wilders bijvoorbeeld, Marine Le Pen in Frankrijk. Ik denk dat het belangrijk is om samen te komen en om hier je stem te laten gelden en om er wat aan te doen. Is Nijmegen niet al heel links? Ja, ik vind het is niet echt. Volgens mij zitten we gewoon met de CDA-burgemeester. Voor mij zijn in ieder geval de PvdA en de VVD sowieso verantwoordelijk voor de sociale afbraak. En die zitten volgens mij ook gewoon massaal in de regering. Dus, Het stomme is, je hoort ook wel altijd, je ziet altijd ook wel positieve berichten voorbij komen op internet en dat soort dingen. Maar wat blijft hangen is toch vooral het negatieve. Ja, nou weer het VVD-Kamerlid wat iets heeft gezegd over mannen uit islamitische landen. Wat heeft hij gezegd? Zij heeft gezegd dat we alle mannen uit islamitische landen moeten proberen te weren in Nederland, omdat die heel veel problemen veroorzaken. En ik denk dat dat soort praat die steeds normaler begint te worden. Dat soort uitspraken moeten misschien niet gedaan worden. Nee, er wordt ook steeds minder tegen opgetreden. En daarom denk ik dat het belangrijk is dat je gewoon jezelf manifesteert. En gewoon laat zien dat jij het er echt niet mee eens bent dat mensen dat zomaar kunnen zeggen. Ja, het is natuurlijk zo dat Nijmegen vrij links is. En wij willen het als voorbeeld geven aan andere steden. Van kom in opstand, laat je zien, laat je horen, kom in actie. En als je het laat zien ook aan de overheid luistert wel. Ja. Wat hoop je uiteindelijk vandaag te bereiken of een zetje naartoe te geven? Ik hoop vooral mensen ontmoeten en verbinding te maken met mensen. Ik maak me best wel zorgen om de, ja, de hufters en de, ja, de, nou ja, de harde kern van de PVV, om het maar eventjes ongenuanceerd te zeggen, die hier steeds meer voet aan de grond krijgt. En dan voel ik me niet alleen onveilig voor mezelf, maar ook gewoon voor heel veel andere mensen. Haat tegen haat werkt niet. En haat bestrijden met liefde, hopen wij wel. Het is een beetje een hippie gedachte, maar ik hoop toch dat hij van kracht blijft. En dat hij een hele goede, toch? Ja. Nou, dankjewel. Naast deze demonstratie en het stemrecht was er de afgelopen week nog veel meer in het nieuws. Kijk even mee naar een kort overzicht. De verkiezingen voor Nijmeegse conciërge van het jaar zijn weer gestart. Deze week ontvangen scholen in Nijmegen een e-mail waarin wordt opgeroepen om conciërges te nomineren. Nieuw is dit jaar dat alleen conciërges van basisscholen en van speciaal onderwijs mee mogen doen. Iets moet er fout zijn gegaan toen de gemeente Heumen een voorheen naamloos pad van straatnaambordjes voorzag. Waarschijnlijk had men het willen noemen naar de kunstenaar Kandinsky, maar op beide bordjes die geplaatst werden ontbreekt echter de letter N. Het enige waar de naam van het pad nu naar kan verwijzen is Coffeeshop Kandinsky in Amsterdam. En dat voor een weggetje dat voornamelijk door fietsende scholieren wordt gebruikt. Het Rivierpark Nijmegen heeft de Nederlandse Bouwprijs 2017 gewonnen in de categorie Civiele Kunstwerken. Dat werd maandagavond bekendgemaakt. Volgens de jury is Nijmegen erin geslaagd met groot vakmanschap een enorme meerwaarde voor de stad te creëren. De gemeente Nijmegen en concertorganisator Mojo hebben een nieuwe overeenkomst gesloten voor verdere samenwerking. Daarin wordt meer ruimte gemaakt voor evenementen van andere organisatoren. Nu is het nog zo dat Mojo tot uiterlijk 1 februari een optie heeft op alle data en locaties in de stad. Daarna kunnen andere partijen pas evenementen inplannen. Dit wordt nu vervroegd tot december. De nieuwe overeenkomst loopt tot mei 2022. Er bestond deze week een nieuw Snapchat-account onder de naam Nimma Student. Het account verspreidde talloze naaktfoto's van Nijmeegse studenten die daar zelf mee instemden. Nimma Student had meer dan 2000 volgers, maar is inmiddels tijdelijk gesloten. De gemeente Nijmegen gaat de rijwegindeling van de Graafseweg aanpassen. Op de brug over het spoor gaat het aantal rijbanen stadsuitwaarts terug van 2 naar 1. Zo wordt er meer ruimte gecreëerd voor het groeiende aantal fietsers en voetgangers. De gemeente wil de Graafseweg weer het karakter geven van een lokale weg en het autoverkeer zoveel mogelijk gebruik laten maken van Stadsbrug de Oversteek. Here we go! Het laatste nieuws uit de regio, maar ook live naar N1 kijken en luisteren. Je ziet het op n1.nl.
Tot zover deze aflevering van Wat zegt het volk? Kijk ook op onze Facebookpagina's van N1 en van Bezoek Nijmegen voor nog veel meer leuke video's. Hier vind je ook de reportages uit deze uitzending terug. Dus deel deze met je vrienden en laat ook jouw mening hierachter. Volgende week zijn we er weer en dan hebben we het uiteraard over carnaval. Graag tot dan! Get it, get it, get it, get it.